Hallo allemaal, super tof dat je kijkt weer een gloednieuwe vlog. Mitty's Vlogs. Ja, dames en heren, het is weer zover. Het is weer een prachtige dag vandaag. We gaan weer lekker naar Hamburgplas doen. Wat gaan we lekker naar Hamburgplas doen? We gaan uiteraard zwemmen. Zeker weten. Ik had natuurlijk beloofd dat we naar een zwembad gaan, maar dat gaan we in de volgende vlog. Dus niet in deze vlog. Maar in de volgende vlog. Ik heb nog wel wat anders leuks. Namelijk in. Ik zeg het verkeerd. Ik liep met Dolf van de week even langs, zeg maar, hier gewoon de straat. En er was een mooie auto, jongen. Het was echt een sikke auto. Dat is echt niet normaal. Holy shit. Maar goed, we gaan nu eventjes. Ik ga Job dit keer niet laten schrikken. Want dat doen we. Een andere keertje wel, ja. Maar we gaan nu wel dus door naar Hamburgplas. En dan. Ik heb een bootje bij me. Plassen? Nee, ik heb geen plasser. Ik vind het helemaal mooi hoor. Wat jij ook mooi vindt. Dat hij nog geen vlog kan zien. Maar ik zeg, Dolf dit, Dolf dat. Ja. Nou ja, dat zie ik morgen wel. Ja, voor jullie hebben het al lang gezien, maar Dolf kan die vlog nog niet zien. Maar goed, ik heb hier een band zoals jullie kunnen zien. Hoppatee, en die... Ik ga lekker meenemen en ik heb mijn action cam bij me. Dus die kunnen we straks ook weer lekker gaan floppen. Lekker gaan floppen. Daar heb ik ook weer zin in. Dus het weer, het is vandaag echt nog steeds super warm. Dus dat wordt nog wat. Dus even wachten op Job. En knallen met die banaan. Nee, met de band dus. Niet met de banaan, maar met de band. Tot zo. A few moments later. Zo jongens, daar zijn we weer. Bij het Hamburgplas. Gaan we eens even lekker een vaarttochtje maken. Nee hoor, ik heb geen boot bij. Maar wat me wel opvalt, dat het ons tweeën, is dat het vlot ineens weg is. Hier zat jarenlang een vlot op het plas. Ja, ik weet niet waar die is. Als jullie weten waar de vlot is gebleven, laat me vooral even weten in de reacties hier beneden. Ik ben wel benieuwd. Waar is het vlot gebleven? Want hier dreef altijd zo'n vlot. Ja, je zou toch niet denken dat die daar ligt? Dat kan niet. Ja, ik weet niet, maar dat hadden ze toch wel aangegeven. Volgens mij ligt hij daar, maar... Ja, ik weet niet. Jammer, dan moet het maar gewoon met een bootje. Met zo'n band. Ja, anders weet ik het niet. Ja, we vermaken ons ook wel prima. Moet goed komen. Ja, mensen, dit is ook wel een beetje raar. Ruim je rotzooi is op. Dit is een natuurgebied, geen afvalverwerkingsbedrijf. Kijk jongens, we hebben publiek. En dat publiek dat gaat nu razendsnel het Hamburgplas in. Oh, dit ziet er al schattig uit hoor. Vijf allemaal achter mami aan. Mami en papi. Moet je kijken. 10 jonkies hè? Oh. Ja, je zou maar kunnen joh. Ja, even uit het poepgaatje hè. Weet je dat, uit het poepgaatje? Nou, ik denk dat het hier een mooi plekje is. Ja, joh. Is goed. Hier kun je mooi het water in duiken. Gaan we eentjes even voeren? Ja, nou die springen groot water in. Die zijn hartstikke bang. Ja, zie je wel, ze zijn nu al bang. Nou. Hier zo. Nou ja, ik vind dat schattig mensen. Hier 4, 1, 2, 5 eentjes zelfs. Super schattig. Ja, zijn er 5. Super schattig. Ja, wat doen? Joppe is even zijn speedo aan het aantrekken. Ja, het is wel een speedo. Heb jij niet, hè? Nee, ik ga echt in mannenbroeken. Zo krijg je man. Ja, dat is allemaal nat nog, hebben we gisteren dus. En ja, voor de kijkers van de week in de vlog. Lekker bezig, prutser. Ja, echt wel. Nou jongens, ik ga overschakelen naar de onderwaterbeelden, niet van de volgende beelden. Lekker, ga maar lekker voor zitten, daar komen ze. A few moments later. Oké, mensen, dit is nou weer echt typisch Mitchell. Job die gaat al het water in, zoals jullie kunnen zien. En ik moet poepen. Ja, dat heb ik altijd. Dan wil ik net gaan beginnen. Of dan moet ik plassen, zoals laatst in de vlog van het magneetvissen. Of dan moet ik poepen. En nu moet ik dus inderdaad poepen. Dus, nou ja, Job is lekker aan het spelen, dus dan gaan wij maar even lekker poepen. Zo. En nu, mensen, ben ik echt klaar voor. Om eens even een lekker potje
Goed ervaren. Job zit er volgens mij half in. Gaat goed, prutser. Ja, ik kom eraan. Oh mensen, het weer is echt super lekker hier zo. Wow, 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 wow. Moet je eens kijken. Nou, laten we ook maar eens even lekker een duikje gaan nemen. En nou echt. Allemaal ene kak op de zand hier. Ah, ik vind het nog steeds schattig, die eentjes daar zo. Echt top. Maar goed, ik heb genoeg geluld. We zouden lekker gaan zwemmen. Dat gaan we dus zeker weer zo nu doen. Ik zou zeggen, geniet van de volgende beelden. Nu gaan we echt. Let's go. We zijn er, ja. Dat was gewoon weer even een lekker gek buitje. Moet je kijken wat we nou ondertussen gewoon serieus daar zo zien. Allemaal kleine eendjes. Oh. Ik vind dat echt schattig. Dat zie je toch ook niet vaak, van die leuke eendjes. Je moeder gaat er even uit schudden. Oh. Wat poepig. Het is wel een beetje laat in het seizoen, of niet? Meestal komen ze pas in mei, geloof ik, toch? Of al in mei. Ik zou zeggen, ik zeg pas in mei, maar het is al mei geweest. Oh mensen, ik hou nu al van de zomer. Super lekker. Wat schattig die eendjes zeg. Ja. Of zijn het, ik weet niet of het echt eigenlijk eendjes zijn. Nee, het is geen ganzen. Hè? Ja, het lijkt wel op echt een beetje ganzen. Ja, kan ook. Gans. Wel schattig. Ja, we liggen hier zo lekker te pitten bijna in de zon, voor bijna echt in slaap. Nee, we zijn even aan het opdrogen, want dan kunnen we straks weer even weer naar huis toe. Even nog even lekker thuis chillen. Oh, het is echt lekker weer vandaag. Hé, hey, mensen, die eend komt naar jou toe. Nou, het is geen eend, gelukkig. Oh, wat is het?
Ja, ik weet het ook niet. Jongens, als jullie het weten, laat het even weten in de reacties hier. In de reacties. Kijk, zien jullie dat? Dat croissantje? Ja, dat noemen ze dat toch altijd, zo'n croissantje. Of een fazantje. Kijk, tot jullie kan even inzoomen. Kijk, als jullie weten wat dat voor vogel is, let me know. Die zo'n nou zo'n gekke bek trekt. Ik heb het over jou. Ja, checkbird. Het is al een hele mooie. Ja, je bent heel mooi. Dat wel. Laat me even weten. Oh, nee, kijk, nou komt de hele familie hoor. Nou komt de hele ene gang erbij. Dus ze gaan borgen door terroristen. Of terroriseren. Gezondheid. Oh, wat schattig. A few moments later. Jongens, we zitten ondertussen even chillen en ondertussen heb ik even een leuk raadseltje voor je op. Eens even kijken. Ik heb een paar leuke liedjes die je moet gaan raden. Ja. Ken je deze? Ja, laat maar komen. Hele oude klassieker. Ja, die ken ik volgens mij. Wesley Sneijder aan de bal winnen ja. Van Portugal. Oh nee, juist niet, want dat was toen met de WK geloof ik. Je hebt nou ook, ja, je hebt nou ook de, van de EK vrouwen en dat is van Maan. Hey, vrouwtjes, ze kunnen het goed hoor, jongens. Die zijn echt. Even kijken, dat is volgens mij deze. Ik weet niet of je het helemaal kan horen. Nee, dan komt ie. Eén. Dit is zo'n mooi nummer. Komt ie. Komt ie, hoor, let op. Vast, want ik kom eraan. Oké, okay, we zullen er nog even eentje doen. Deze heb ik de hele tijd al in mijn hoofd, mensen. Deze kennen jullie ook vast wel. Is ook wel een lekker nummertje trouwens. Deze kennen jullie. Ja, komt ie. Kom maar. Kom dan. Dames en heren, deze kennen jullie ook. Let maar op. En dan komt hij. 3, 2, welkom in de feesttent. Ondertussen lig je lekker te feesten en zit prutsen een beetje een shot te maken van een zandkasteel. Althans, dat probeert hij. Moet je maar kijken. Zo, zit je lekker te spelen jongen met je zandkasteel. Ja, zeker. Ja, hij zit hier zo'n shot te maken van een zandkasteel. Het zandkasteel. Dan moet jij even volgen, waarom maak je nou weer een shot van een zandkasteel? Nee. Gutser. Ja, lekker bezig. Echt, super top. Mensen, wat is dit lekker. Zo s'avonds even lekker aan het strand. Want dat is het. Wij hebben hier in de Achterhoek het Hamburgplas, het strand. Heel veel van jullie kennen misschien niet het Hamburgplas. Want ik heb natuurlijk kijkers overal. Dus misschien sommige van jullie kennen Hamburgplas niet. Maar super lekker. Wauw. Zo met die zonsondergang ook. Ja, zoals jullie kunnen zien, een mooi zonnetje erbij. Oftewel de zonsondergang. Wauw mensen. Maak je anders even eerst een shot van, dan ga ik zo staan en dan daar niet. Hij is helemaal gefocust in zijn shot. Hij is echt helemaal gefocust in zijn shot.
kijk mensen, hier pakken ze nog even professioneler aan. Zoals jullie weten heb ik van deze vlogs afgelopen tijd heel veel gemagneetvist. En wat ze daar doen is eigenlijk precies het tegenovergestelde. Dat doen ze niet in het water, maar dat doen ze op het platteland. Dus dan gaan ze met zo'n apparaatje over het land heen. En dan gaan ze kijken of er net iets onder het land zit aan wat magnetisch bevat. Dus dat kan handgranaten zijn, dat kan wapens zijn, dat kan van alles zijn. Dus dat is altijd wel heel spannend om te zien wat je allemaal onder de grond vandaan had, zeg maar. Ziet echt wel nice uit, echt sick. A few moments later. Zo mensen, het zit weer op. We horen allemaal geluiden, dat is allemaal van die metaaldetectors. Ja, zo kun je ook. Zo kun je ook vissen. Ik heb het via het water, maar hun doen het via de ja, wat ga je dan zien? Ja, ik wou net zeggen, we hebben een bezoek. Zo jongens, we moeten er door. Onze markt hier. Flauw. Dag gantjes, tot de volgende keer. Het zijn er echt vijf hoor, kijk maar, vijf kuikentjes. Ja, maar daarachter nog. Nee, dat zijn een andere soort. Die horen bij een mannetje. Dag. Wel lief hoor, wel schattig. De ene gang. Ganse gang. Poetje gang. Poetje gang, poetje gang, poetje gang, poetje gang. Super lief. Dag. Dag allemaal plaats, tot de volgende keer. Zo, oh, en we zijn weer thuis. En kijk eens wie we hier hebben, hallo. Dag vriend, ben je er weer? Hallo. Zeg eens even hallo tegen de kijkers. Hé? Ja. Dat zijn de kijkers. Ja, dat zijn de kijkers. Zeker weten. We zijn er weer, dames en heren. Ik hoop dat jullie allemaal weer een beetje van genoten hebben. Van deze vlog. Het is weer een mooi dagje geweest. Lekker zonnig. En in de volgende vlog ben ik weer. En dan gaan we iets weer superleuks doen. Dan gaan we weer gewoon lekker zwemmen. Dus ik hoop dat jullie weer bij zijn. Hopelijk tot de volgende vlog. Bedankt voor het kijken. Doe een blauwdruimpje omhoog. Vergeet te abonneren op mijn kanaal. Hier ben je het niet gedaan. Dan check ik jullie bij de volgende vlog om 5 uur. Zeker weten gewoon op mijn kanaal. En natuurlijk seks als nu. En altijd. Peace out.